Vandaag zijn we op Sportpark de Groenendijkse Kampen. Dat zijn de sportvelden van onder andere JVC Kuik. En we, dat zijn collega Axel Neven, cameraman en ik. En we zijn hier op bezoek bij vier dames van ROC De Leygraaf. Mijn naam is Janneke. Mijn naam is Sophie. Mijn naam is Lynn. Mijn naam is Fleur. Studentes van ROC De Leygraaf. En we zijn vandaag met een speciale reden hier. Ja, dat klopt. Op 19, 20 en 21 mei gaan wij een voetgolftoernooi organiseren hier op de sportvelden van JVC Kuik. Dit doen wij in samenwerking van ROC De Leygraaf met JVC Kuik. En dit gaan wij doen voor het goede doel Tim Foundation. Nou, wij zijn studenten van ROC De Leygraaf en wij vinden het belangrijk dat sportiviteit, gezelligheid, regionaal en teambuilding aan bod komt. Naast de studenten van ROC De Leygraaf hebben we vandaag ook drie spelers van JVC 1 op bezoek. Stel jezelf even voor. Ik ben Jordi van der Laan, spits van het eerste helft van JVC. Ik ben Sjoerd van der Looy, rechtsback van het eerste helft van JVC. Ik ben Emre Tadas, linksback van het eerste helft van JVC. Afgelopen week scoorde hij nog een hattrick tegen Udi Beterbed. Drie doelpunten, Jordi van der Laan. Dit is wel andere koek. Ja, dat is zeker andere koek. Hier heb je ook geen tegenstand. Je moet eerst die bal goed zien te leggen voor de goal. En dan hopen dat je van de korte afstand erin kan mikken. Maar dat is in een wedstrijd natuurlijk wel heel anders. In hoeveel schoten ga je putten, denk je? Lastig. We hebben net even geoefend met de jongens. Maar ik hoop... Onder de 7 ben ik tevreden. We staan hier met Marco Jansen, bestuurslid van JVC Kuik. Samenwerking met ROC De Leygraaf. Jullie organiseren een voetgolftoernooi. Vertel. Ja, we organiseren een voetgolftoernooi hier op het sportpark. En dat toernooi heeft 11 holes. En dat zijn allemaal holes met een eigen karakter. Elke hole is ook verbonden aan een bedrijf. En zometeen ga je ook zien wat dat betekent. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een witgoedbedrijf, bijvoorbeeld als expert, een wasdroger hier neerzet. En de hole is dan, de bal moet in die wasdroger. En zo kan je hetzelfde zeggen van een bouwbedrijf wat de betonmolen hier neerzet en de bal moet in die betonmolen. Nou, je doet dat met een team van 5 personen. En die 5 personen hebben allemaal een bal. En die gaan als teamresultaat met zo weinig mogelijk trappen die 5 ballen in die wasdroger of in die betonmolen proberen te krijgen. Nou, onderweg wandel je over het hele sportpark. En dan gaat het, ondertussen neem je een drankje en daarna heb je een hapje. Maar het gaat vooral om dat je als team gezellig bezig bent. En het kan heel sportief en de uitdaging aangaan voor de finale. Of het kan heel recreatief en een gezellige dag maken met je vrienden. Of met je vereniging of met je bedrijf. Naast mij staat George Vincenius, oud-verzorger van het eerste elftal van JVC. De naam Tim Foundation is al een paar keer gevallen. Daar kan jij meer over vertellen, George. Ja. Tim is mijn kleinzoon. Die heeft een energiestofwisselingsziekte. Die ziektes vallen in Nederland onder de zeldzame ziektes. Dat betekent dat er geen geld is voor behandeling en onderzoek naar medicijn. Dus moet het op een andere manier gefinancierd worden. En dat doen we onder andere met onze stichting. Evenementen bezoeken, evenementen organiseren, fondsenwerving. En we zijn dus ook bijzonder blij dat JVC ook zijn steentje bijdraagt. Hebben ze in het verleden ook alles gedaan. En het is mijn club. Dus. We hebben het over de ziekte van Lee. Dat is echt een hele zeldzame ziekte. Zo'n 1 op de 100.000 kinderen treft dat lot, heb ik begrepen. Ja. En de levensverwachting is ook niet al te hoog. Nee, normaal is het bij de ziekte van Lee is de levensverwachting 6, 7 jaar. Maar mijn kleinzoon is inmiddels 15, maar een hele dikke maar zit erachter. Ja. Het geld wat met jullie acties wordt opgehaald is natuurlijk bestemd voor onderzoek. Wordt er al veel onderzoek gedaan naar de ziekte? Ja. Professor Smijting, het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, die is al zo'n 25 jaar bezig met onderzoek naar een behandeling en naar een medicijn. En gelukkig heeft hij met zijn team de laatste jaren heel veel vorderingen gemaakt. Ze hebben een stofje ontdekt dat lijkt te gaan werken.
momenteel zijn ze de testen op, nog niet op kinderen, maar wel op volwassen mensen die dat ook hebben, die ziekte. En de vooruitzichten zijn hoopgevend. Ja. Fleur en Lin, ik moet zeggen, ik heb er al echt zin in gekregen om ook mijn kunsten te gaan vertonen hier op de voetbalvelden van JVC Kuik. Wat moet ik daarvoor doen? Inschrijven kan bij ons via de website op www.goalinonevoetgolfkuik.nl. En het kan nog voor 12 mei. En zijn er kosten aan verbonden uiteraard, want het is voor het goede doel? Ja, het kost €15 per persoon en hiervoor krijg je 1 verrassingsconsumptie. Het toernooi wordt gehouden op 19, 20 en 21 mei. En 20 en 21 mei zijn dus vrije inschrijvingen voor mensen die mee willen doen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze Facebook of op onze website www.goalinonevoetgolfkuik.nl of op de website van JVC Kuik.